Vrijplaats speelt zich in eerste instantie af in geestelijk welzijn en cultuur waar iemand zich in begeeft. Als je ooit onderdeel bent geweest van een subcultuur of van een vrijplaats, dan weet je dat je zelf de maatschappij kan maken. De tijd dat we dachten dat als je alles maar de vrije loop laat gaan, dat de markt het oplost, ja, die zijn we toch echt wel voorbij. Maar ik denk dat er de afgelopen jaren wel heel bewust is gekozen om met de ruimte die er is te kiezen voor een einde aan het kraken. Hoe vrije ruimte zich laat organiseren is natuurlijk een heel, een heel terechte vraag. Daar komen we de hele tijd eigenlijk als gemeente komen we dat tegen als een dilemma in het maken van dit beleid. Maar als beleidsmaker weet je gewoon niet hoe het is. Je weet niet hoe het is om 24/7 ergens te zijn, om er te wonen, te leven, te werken, om alles met eigen handen te hebben opgebouwd. Je weet gewoon niet hoe dat voelt. Wat ik denk dat belangrijk is, dat eigenlijk met deze expeditie Vrije Ruimte we voor het eerst eigenlijk Vrije Ruimte officieel erkennen als belangrijk voor de stad. En kijk, het feit dat we nu met de gemeente aan tafel zitten, betekent natuurlijk niet ophouden met die dingen die we doen. We blijven demonstreren en de spanning van een pand gaat er heus wel nog een keer uit. Ze willen je natuurlijk gewoon blij houden, want dan ga je niet met stenen gooien.